Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Blivius. En wat is dit nou? Car Mechanic Simulator 2015? Jawel dames en heren, Car Mechanic Simulator 2015 is eindelijk uitgekomen. En ik ben natuurlijk helemaal klaar om deze te gaan spelen. We maken even een profile name aan. En die applyen wij eventjes. En dan gaan wij toch echt beginnen met... ik weet niet allemaal wat het is, maar... Allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar wij gaan een nieuwe carrière beginnen als Car Mechanic Simulator. En dan editie 2015. En dan gaan we even kijken wat ons allemaal te wachten staat hier. In Car Mechanic Simulator. Eerst even het spul laden. Oh. Dit is een korte tutorial. En we zullen je laten zien hoe de basis is van het spel. En hoe je bepaalde jobs moet doen. Oké. Nou, tutorial is altijd handig. Open je inventory met I. Oh, wacht even. Hoor je de telefoon ringelen? Dat zou een nieuwe customer kunnen zijn. Ga naar de desk en pik de telefoon op. Oké. I voor inventory. Oké, duidelijk. Telefoon. Telefoon. In dit menu kun je zien... kun je je wachten orde zien. Sommige van hem zijn gelokt, want je moet meer XP halen daarvoor. Hier kun je take or if you don't take. Oké, je kunt dus jobs overslaan als je wil. Nieuwe jobs komen er als blij op je wacht. Oké. Take job. En dan gaan we even kijken wat er dan gebeurt. Ik heb namelijk geen idee. Oké, lol. Een auto. Yay, we hebben een auto. En we hebben geld. Nou, mooi. En nu? Geen orders meer. Computer. Oh, dit is natuurlijk gewoon de part shop. Oké, nou mooi. Normal mode. Assemble mode. Laten we eens kijken. 1 is normal mode. 2 is assemble body mode. Ja. H is voor toggle body mode. Ja, oh, daar kun je waarschijnlijk iets van de... Oh, dat, met C kun je de condities zien, oké. M is voor move vehicle. Oh, dat is niet nodig. Always keep your workplace key and organize repairs. Orders can be done elsewhere. You take the new job, you need some clear space in the middle for... So the client can leave the car there. Oké. Open repair order. Wacht even. Aha! Die heb ik dus nodig. Oké. Belt tensioner, timing belt en water pump. Repair with parts exceeding minimum condition 66%. List approved. Dus ik moet dit allemaal vervangen, denk ik. De belt tensioner, de timing belt en de water pump. Gelukkig weet ik wat dat is. Normal denk ik. Zo, die open. Wauw. In deze mode kun je onderdelen van de motor afhalen. Elk onderdeel kan worden benaderd van een bepaalde sanctie van de auto. Als je op de verkeerde plaats dan kun je die niet eraf halen. Ja, oké. Wauw. En het beeld is ook gewoon zo fijn. De belt tensioner. Hey, die moeten we hebben volgens mij toch? Alleen kan hij er wel vanaf, de belt tensioner. De simple part. Oh, wacht even. Oké. Hey, netjes. Oh, je moet hem wel sleutelen. Aboe. Oh, deze. Oké. Hier eraf. Kijk, dit is fijn. Dit is fijn. Ook al moet je wat dingen eraf schroeven. Oh, dit is wel fijn, jongens. Dit hebben ze veel beter gedaan dan de vorige keer. Dat hebben ze goed gedaan, dit. En het beeld is ook echt heel fijn. De camerabesturing is prima in orde. Maar er was volgens mij nog meer. Ik moest nog iets veranderen. Open repair order. Belt tension, timing belt en water pump. Wat heb ik allemaal nu dan? I for inventory. Belt tensioner, water pump. Dus ik heb nog nodig de
timing belt of de belt tensioner? Ik denk dat het de belt tensioner is. Oh. Oh nee, belt tension heb ik al, dus de timing belt moet ik nog vervangen, de timing belt. Oké, dan gaan we dus even kijken in die hele motor, want waar de timing belt, die zat dan normaal gesproken. Hier, toch? Wacht even, ik zag hier net wat staan. Timing belt cover, oh jee, serieus? Vet. Oké, dus we moeten eerst deze eraf halen. En dan deze eraf halen. En dan kunnen we deze eraf halen met een paar schroefjes. Want de timing belt zit waarschijnlijk hier in de motor. Ah, juist. Ah, kijk, de timing belt. Woep, dankjewel. Oké. Oh, kunnen we koffie halen? Niet? Ah, dat vind ik nog jammer. Kunnen we geen koffie halen? Maar dit is toch vet? Kijk mijn hele werkplaats aan. Kunnen we naar boven? Wacht even, kunnen we naar boven? Kunnen we naar boven? Nee, oké. Okay. Nou, maakt niet uit. Computer. Car parts shop. Kun je zoeken? Nee, dat kan niet. Oké. Een belt tension hebben we nodig. Yep. Dan heb ik nog wat anders nodig, toch? Hoe heet die andere twee onderdelen ook alweer? E voor inventory. Waterpump en timing belt. Oké, okay, waterpump en timing belt. Waterpump. 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 Timing belt. Timing belt. Juist. Welke ook alweer? I. De gewone timing belt. Oké, okay, de gewone timing belt. Die dus. En dan als laatste nog de water pump. Apply. Kunnen ook al die onderdelen weer verkopen en zo? Yay! Lang leven de verkooptechnieken. Woehoe! Oké. Even have a looky looky. Assemble mode 2. Hoppakee. In this mode you can mount their blah blah blah. Ja, dat is logisch. Hoppakee. Oh, vet. Dit is wel vet. Hier is er tenminste wel een beetje over nagedacht. Alleen dat bolting mechanisme, dat moet nog iets beter. Maar dat komt des zijn de tijd nog wel. Hoppakee. Jij er zo in. La la la. En die erin. Oh, dit is wel vet. Waterpomp. Pardon? Oh, ik moet waarschijnlijk een R4 hebben als waterpomp, hè? Die. En dan moet ik... Oh, dit is de... dit is de verkeerde. Zo. Kan gebeuren. Is allemaal weer nieuw in Car Mechanic Simulator. Oh, wow, oh. We zijn bemoond. Hoppakee. Waterpompen weer in. La 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 la. Ja, dat ding er weer in en zo. En die belt tensioner, dat is wel de goede gelukkig. Een nieuwe. Volgens mij heb ik alles weer eraan gedaan, toch? Dacht ik. Heb ik alles weer netjes erin? Inventory. Aha, ik ben dus nog iets vergeten. Wat ben ik vergeten? Oh, deze. Yay! Open repair order. Yay! Finish job. Total earned 429. Ik ben me goed, jongens. Ik ben me goed. Dus als het goed is, moeten we nu ook dan. Als we naar de telefoon gaan. Ja! Gewoon wat nieuwe. Available from Software XP. Oké, dus we gaan weer een makkelijke doen. Take job. Loading Rhino Piccolo. Oké, dus we hebben nu... Oh jeetje, nee. Dus, wat is dit? We moeten de alternator vervangen. Van een max, en die moet iets van 68 zijn. Nou, de alternator, die weet ik, dat zit hier.
Maar voordat we alternator er vanaf kunnen halen, moeten we eerst even die eraf halen. En dan kunnen we de alternator eraf halen. Kijk, zo, hoppakee. Echter, hebben wij ook hier van een hamer? Hebben we een hamer in de werkplaats, dames en heren? Want, ik bedoel, dat is wel handig om te weten. Olie drain. Lekker zitten hier, lekker chillen. Hier, ja hoor. De ouderwetse hamer. Kijk. Oh. Alternators zijn helaas niet meer aan de orde. Dat is jammer. Dus dat betekent dat wij een nieuwe alternator nodig hebben. En die kunnen wij gewoon lekker online kopen. De alternator. Helemaal bovenaan waarschijnlijk. Oh, ABS-pomp. Oh mijn god, we hebben zoveel onderdelen hierin zitten. Dat wil je gewoon niet weten. De alternator. Goed. We kopen de oude alternator dan even, want daar ben ik eraan. Die is gewoon kapot. Die is gewoon verleden tijd. En hoppakee. Twee is assemble mode, dus die kunnen we dan weer eraan zetten. Oh, bedankt jongens dat jullie de camera zo geweldig hebben gemaakt. Die camera is nu 20 keer beter om er gewoon erin te kijken. Dit is gewoon fijn. Net als het goed is, kan ik deze nu weer sluiten. Huppakee, daar hebben we $400 mee verdiend. En weg. Alleen wel vreemd dat het scherm zo begint te laggen als ik een auto wegdoe. We pakken gewoon de volgende die we kunnen pakken. Want het gaat wel lekker zo. Dus, ja, we wachten gewoon heel eventjes. En wat hebben we hier? Wat kunnen we hiermee doen? Put in new timing parts. And fix and find any running gear problems. Oké. Dus wij moeten een nieuwe belt tension, een nieuwe timing belt en een nieuwe water pump erin zetten. Dus dat, is, dat hebben we de vorige keer gedaan. Dat kunnen we dus wel nog een keer. Je kunt ook al zien dat de onderdelen gewoon kapot zijn en niet meer willen, zeg maar. Dan halen we even weer deze eruit. En die. Kijk dan hoe makkelijk dit is disassemble ding is geworden. Dit is gewoon prima. Dit is gewoon niks op of aan te merken eigenlijk, hè. Die moet eraf. Die moet eraf. De volledige timing belt chests moeten nu vanaf. En nu gaan we wel in één keer de goede halen, aangezien we het de vorige keer fout hebben gedaan. Dat is niet netjes. Timing belt, oké. Nou, die waren allemaal kapot, zoals je kunt zien. En als we in onze inventory kijken, hebben we een nieuwe belt tensioner, een nieuwe waterpomp en een nieuwe timing belt nodig. Dus, een belt tensioner. Kom eens hier. Die is dat. Helemaal onderaan. Timing belt. En dan weliswaar de normale timing belt. Timing belt. En de waterpomp R4. Dan kunnen wij die andere verkopen. Want daar hebben we niks meer aan. Dat is gewoon oud ijzer geworden. Die kunnen we zelfs voor niks verkopen. Dat is gewoon helemaal kapot. Helemaal naast een gortje heen. Er is helemaal niks meer. Assemble mode. Die we daar. Koffer erop. Die. Gelukkig kunnen we ook nog boeken kiezen om sneller te bolten en te unmounten en weet ik veel hoe je dat ook heet allemaal. Maar dat kun je ook allemaal nog instellen, zeg maar. Oh, prachtig dit, jongens. Prachtig dit is de Car Mechanic Simulator. Ik wil even inzoomen. Dankjewel. Dat is beter. Oh, dat is kut. Waterpomp. En het beeld is ook zo heerlijk soepel, moet ik zeggen. Zo. Volgens mij was dat alles. Oh nee, de belt tensioner. Die kan nog wel handig zijn, hè? Haha, belt tensioner. Twee. Hoppakee, belt tensioner. Even kijken. Dat hebben we dus gedaan. Gear problems. Front shock absorber cap. Rear shock absorber. Rear suspension arm. Rear suspension upper arm. Waar staat hij ook alweer? Oh, kijk eens naar de beeld, jongens. Dat is gewoon fijn. Front spring. Front shock. Front shock absorber cap. Ah! Nice. Example from the wheel. Accessible from the wheel side on lifter. Oké. Lifter.
Oh, nou. Hoe gaat hij omhoog? Ik kan toch omhoog nu, of niet? Of ben ik hartstikke in het logo? Volg het snoertje. Hoe ga jij omhoog? Hallo, koekoek. Oh, wacht even. Oh, yeah. Ha! Eventjes kijken. Extermination mode. This part you can check the parts broken or not. Bla bla. Vette shit, dankjewel. Oh, die moet het. Ah! Die is stuk. Maar ik wil hem eraf halen. Die is dus kapot. Dankjewel. Oké, die heb ik dus nu. Oh, jongens, dit is toch vet of niet dan? Kan ik die orde nog bij? Ja, oké. Okay. Ik heb nu die cap. En dit is allemaal rear. Shock absorber A, suspension arm, suspension upper arm. Dan moet ik even aan de achterkant kijken, denk ik. Oh, ik zie al wat het is. Kijk, hier zie je al wat kapot. Die rubberen pushing moet er even uit. Wee, lange schroef. En die er even uit. Suspension. Oh, ik had zo'n wiel gewoon eruit worden gehaald. Nice. Oh, die shock absorber kan er van hier ook uit worden gehaald. Oh, jongens, dit hebben jullie goed gedaan, hoor. Echt mijn complimenten hiervoor dat jullie dit, ook met die camera zo, gewoon perfect hoor dit. Oké, alleen jammer dat de reparatietafel helemaal aan de overkant is, maar who cares? Who cares? Kijk, huppakee. Chance of repair, 40%. Oh, jammer. Yay! Oh, wacht eens even. Hey, hup. Oh, dat is misschien een kleine bug. Oh, we kunnen het ook kapot maken. Hier, bam, 100% jongen. Oké, okay, dus we hebben nu, wat hebben we gerepareerd? De rear suspension arm. De upper arm. Dus we hebben, wat we nu nodig hebben, is een rear shock absorber A, een rear suspension arm en een front absorber cap. Ja, zie ik het andere al stuk heb gemaakt waarschijnlijk. Maar dat kost gewoon helemaal niks meer, dat repareren. Dat is allemaal gewoon... Nou ja, ik kan het ook niet meer repareren. Ik heb het al een stuk gemaakt. Even kijken hoor. Dus een front shock absorber cap, rear suspension arm en een rear shock absorber. Wat een kutnaam zeg. Nou ja, mag je niet zeggen. Maar het is wel zo. Rare. Die hebben we juist gerepareerd. Een rear suspension arm. Dus die kan nu weg. Een rare shock absorber A. Dat is die. En dan kan die ook weg. En een front dingetje. Engine, front. Hier, cap. Dankjewel. Alleen jammer dat je via escape niet naar de inventory kan. Dan moet je nergens op de I drukken. Dus deze mag nu weg. Goed. Even naar de achterkant. Naar de suspension. Even kijken. Assemble. Die er weer in. Ja, mooi. En dan die erin. Yep. Je dan weer gloedje nieuw uit en zo. Dat is hartstikke mooi. Even daar eentje. En daar eentje. Ja, dan moeten we even naar de voorkant heen. Om die cap weer terug te hangen natuurlijk. Twee. Ja. Daar kan ik net bij. Heel mooi. Zo, dan zit die cap er ook weer op. En volgens mij is dat het einde van de orde, toch? Boom! Kijk dan hoeveel we... Dat is gewoon... Dit is gewoon... Dit is gewoon... Ik weet niet, maar dit... wat? Carson, doe ik in orde? Wat? Oh. Dat zijn we vergeten. Ja, wacht. Ik doe nog aan de achterkant. Ik ben zo, ja... Helemaal vol van dit spel, dat ik gewoon... Ja, dit is gewoon fijn, toch? Dit is gewoon... Oh, die rubberen busjes kunnen tegenwoordig vastschroeven. Kijk.
Dit is toch gewoon wat je wil. Received. Kijk dan. En je hebt meteen weer 4 jobs op je wachten. In en al voor life. Alles. Die kunnen we niet doen. Dat is te moeilijk voor ons. Zullen we nog eentje doen dan? Repair all engine faults. Nou, weet je wat? We bewaren het voor de volgende keer. We hebben nu een kleine bite gehad van de nieuwe Car Mechanic Simulator. We weten ongeveer nou hoe het in elkaar zit. En we gaan de volgende keer gewoon heerlijk verder. Dus dames en heren, iedereen heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.